pushed up, then. I feel like I'm all set, but I'm going to be ready to talk. This is how I go. See that I'm on the board. All so cool. So, können wir sehen's? Ja. Zijn jullie er allemaal weer? Het is gezellig. Nee. Twee dagen geleden was het nog. Mooi. Ja, precies. En dan gaan we het als examen laten zien. Dus dat is wel leuk. Dat is een mooi moment. Ik heb er wel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat de zenuwen redelijk in bedwang zijn en anders maar niet. Zo zou je dan weer gewoon mee omgaan. Ja. Jij bent de enige die relaxed is, wil je geen examen hebben? Nee, ja. Maar het moet allemaal goed. We gaan eerst even met ogen dicht zitten en aandacht in van hem. Voor een examen de beginoefeningen moeten doen. Niemand gaat aan deze kant staan. Dus jij mag hier blijven staan, want je hebt het niet meer. Iedereen net als normale klas, alleen dan zijn nu de leraar, zeg maar. Gelukkig zijn er nog met een paar mensen hier, dat is veel. En vanaf groene band doe je dit. Groene band en hoger, dus dat geldt voor iedereen. Waarbij bij blauw bijvoorbeeld, dan is het dan de juiste volgorde en het juiste ritme. Ja, dus voor jullie twee, dus dat je in hetzelfde ritme zit. Niet te snel, maar in hetzelfde ritme als dat verteld wordt. En bij bruin en zwart is dat je ook zelf telt. Ja, dus misschien Tim, als jij aan de buitenkant staat hier, en jullie schuiven zo op met z'n drie in het midden. Jullie zijn de drie die gaan tellen. Dus jullie gaan samen het ritme aangeven. Jullie hoeven niet mee te tellen. Ik zal een beetje opschrijven, anders raak je elkaar bij als je handen bij doet. Jullie gaan in hetzelfde ritme mee en jullie tellen en wij zijn gewoon de leerlingen. Net zo vaak. Yes? Dus dan komt hij. Gaat hij, hè? Eens. Wie, sam, shi, go. Rok, shi, hart. Mi, sam, shi. Go, rock, switch, hush, each, knee, song, she, go, rock, switch, hush, me, song, she, go, rock, switch, hush, each, me, song, she, go, rock, switch, hush, me, song, she, go, rock, switch, hush, each, me, song, she, go, rock, switch, hush, me, song, she, go, rock, switch, hush, each, me, song, she, go, rock, switch, hush, me, song, she, go, rock, switch, hush, each, me, song, she, go, rock, switch, hush. Me, song, she, go, rock, switch, hutch, reach, me, song, she, go, rock, switch, hutch, me, song, she, go, rock, switch, hutch, reach, me, song, she, go, rock, switch, hutch, me, song, she, go, rock, switch, hutch, me, song, she, go,
Chich, Harch, Nich, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Mi, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Nich, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Mi, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Nich, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Mi, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Nich, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch, Mi, Mi, Sam, Chi, Go, Rok, Chich, Harch. Hey man, zo doen we even met groeten en dan gaan we beginnen. Maar dit stukje is heel vast half. We gaan deze keer. Even de pols klemmen, niet Kyokata. Nu mag ik ook meteen wel bij als je wilt. Dan word je al een beetje warm. Het spektakel aan het eind. Komt ie. Hitch, nee, sam, shit. Hitch, nee, sam. Shit, each, need, some, shit, go, rock, shit, hatch, each, need, some, shit, each, need, some, shit, each, need, some, shit, go, rock, shit, hatch, each, need, some, shit, each, need, some, shit, each, need, some, she, go, rock, she, touch, each, need, some, she, each, need, some, she, each, need, some, she, go, rock, she, touch. Each, hey, each, hey, each, hey, some, she, each, hey, each, hey, each, hey, some, she, each, hey, each, hey, each, hey, some, she, each, hey, each, hey, each, hey, some, she. Each, need, each, need, each, need, some, she, each, need, some, she, each, need, some, she, each, need, some, she, go, rock, switch, touch. Ja, goed, en een aantal keer heen en weer rollen, op je eigen manier, hoe jij het wilt. Thank you.
proberen. Je kan niet allemaal tegelijk doen, dus let even op. En dat is eigenlijk, je loopt achteruit, met ontspannen neer. Je raakt de grond aan, je raakt de grond aan. En dan ga je rollen die kant op. Je loopt achteruit, je raakt de grond, en dan ga je op die arm, ga je rollen. Yes. Niet allemaal tegelijk, omdat je een beetje schuin gaat, dus een beetje om en om. Ja? Succes, iets nieuws. Gewoon een serieus gevoel die daar rol naar voren. En dan rol ik vooruit. Hou op, hoor. Kijk, achteruit is het ook goed dat het zo gaat, maar. Oké, genoeg verwarring voor één les. We gaan even vlot door, juist nu. We gaan even vlot door de wapens, om even warm te draaien. Dus we doen niet heel gespannen erin, maar gewoon ontspannen. We doen eerst Sword of Nine Ways, want we zitten in het zwarte wandexamen. Daarna doen we de Shooting Star. Dus pak eerst een bokeh, een zwaard. Brian en Deborah, maar heel veel kennen hem al. Als je niet kan, dan probeer je gewoon op 40 uur wat te doen. Een beetje meer ruimte. Ja, een beetje naar voren daar naartoe. Yes. Als er van ons sushi hier gaan doen komen. Yes. Ati. En tel met me mee, komt ie. Each, me, sun, she, go, rock, six, touch. Who? You? You each? You need? You some? Okay. Each? Me? Some? She? Go? Go? She? Touch? Who? You? You each? You need? En nog een keer. Dan doe je één keer met tellen en de tweede keer zonder tellen. Ja? En allemaal tegelijk. Je kan wel doen met mij. Ja. Jullie mogen ook meedoen. Dan, het is een hele interactieve les. Yes, en? Each. Sun, chi. Go, rock. Chi, hard. Cool. Do you need? Nog iets aan het tellen. Zaterdag de eerste set zo rustig. Jouw tempo en daarna gaan we plot in het normale tempo. Die zijn nu gelegd uit. Komt die eerste set zo rustig op het gele bandniveau. Eens.
Eat some sheep, go, rock, and yams. Sheep, shut, cool, do, reach, knee, do, some. Sheep, you go, you rock, do, sheep, you hut, you cool, need you, need you reach, need you knee, reach. Oké, okay, rustig, rustig. Nog een keer dezelfde manier. Bon. De eerste zes rustig. Was het goed tempo, de eerste zes? Ja. Ja, goed. Ja. Goed, rustig, eerste zes, daarna dynamisch. Reach. Nee. Even pakken. Sam. She. Go. Rock. Switch, arch, crew, you, switch, you need, you, some, and see, you go, you lock, you, switch, you arch, you crew, need you reach, need you need, reach. Okay, now do we, Eén keer met tellen, één keer zonder tellen. Gewoon met z'n samen. En gewoon helemaal dynamisch. Ja. Jullie kunnen wel verder gaan zo met z'n tweeën. Yes. Dus klaar staan. Goed in dynamiek. En yes. Pas in mijn voren. Sam, she, go, go. Sish, hush, push, go, alles wat je hebt, is hier. Het gewicht. Gaat door. Hetzelfde ritme allemaal. Ja. Uit, hè? Wat eigenlijk wel belangrijk is, weet je nog, eerst is de aanval is als een zwaard en degene die het ontvangt is als lucht, dus je bent er niet. Hè? En dan sta je veilig en wat moest er na de aanvaller doen? Dus als je veilig staat, dan wat doet Oeke dan? Wat doet de aanvaller? Ja, die gaat mij aanvallen, dus die begint te duwen tegen mij en die gaat mij aanvallen. En die energie gebruik ik, dus dat hoef ik zelf niet te trekken of aan tegen te duwen, maar die energie gebruik ik en dan aan het eind. Wat doet Naga dan? Teruggeven die energie. Ja, die zet dan een klem in of een worp, hè, dus een techniek. En wat doet Oeke dan? Die is dan de lucht. Ja? Dus als ik het laat zien, bijvoorbeeld bij Ketaat Kosadori, hij valt me aan, hij is het zwaard en poof, ik ben lucht, er is niks. Dus gewoon alleen maar vooruit. Want als je zo aanvalt, die al uit balans, hè? Dus je doet een goede aanval en ik ben lucht. Niks. Maar hij beslist nu, ik ga verder met aanvallen. Oké. Dan gebruik ik die energie. Ik hou het contact hier. Nu kom ik terug naar hem en het zwaard en dan is hij weg. En die drie dingen deden we steeds. Dus nog een keer, hij komt vol aan. Ik ben er niet. Ik kijk naar hem en is hij veilig. Dan gaat hij aanvallen. Ik hou het contact, En zwaard naar hem. En uiteindelijk doe je het gewoon dynamisch. Lekker een beetje dynamiek voor je examen. Is niet zo langzaam zoals nu, maar zo. Ik ben er niet, hij zei voor en ik ga naar hem toe. Ik ben er niet, hij zei voor en ik ga naar hem toe. En kies een techniek die je zelf wilt. Maakt niet uit welke. Misschien wil je er nog eentje oefenen. Ga je die bijvoorbeeld doen, Munatsuki bijvoorbeeld, Munatsuki Kodokaisje. Ik ben er niet, hij zei voor en ik kom hem aan. Aan het einde van een positie gaan zitten in Katameru. Voor K.
categorie bijvoorbeeld, hij valt aan, ik ben er niet, hij blijft door aanvallen, die energie gebruik ik. En ik kom in de eindpositie. Ja, kies maar een techniek die je wil om gewoon een beetje warm te draaien. Yes? Samen. Dus je gaat straks achter deze lijn zitten. En ik zal wel, voor jou is het de eerste keer dat je doet, dus ik zal een beetje helpen wat er gebeurt, maar de rest weet het wel. Dus ga maar klaar zitten als je wilt. Nee, ik kom op. Alles wordt gezet. Ga maar lekker. En een beetje genieten, hè? Dat is wel een leuk moment. Straks zeg ik als eerste camisa rei en wat je dan doet, kijk eens, wat je dan doet, je zit op je plek, maar je draait richting de camisa en dan doe je zo groeten zo met z'n allen. En dan draai je weer terug, dan zeg ik sensei rei en dan groeten we naar elkaar. Ja, dat is het begin. Maar je ziet het ook al naast je gebeuren, dus nog een keer. Camisa rei. Sensei rei. Heb ik mijn rijtje staan hier? Ik doe maar een hele band, jij helemaal aan die kant en een zwarte band aan deze kant. En dan nog volle poorten ertussen. Een beetje ruimte zonder kant.
Tussen Tim en Quinty zal ongeveer de commissie komen. Dus Tim, je staat een beetje nog daar. Jullie verdeel je wat mooier, zodat je meer ruimte hebt naast elkaar. Yes. Oké, beginnen we met de evenwichtsoefeningen. Voor gele band is alles 10 seconden. Voor blauw 15, bruin 20 en zwart 30. Ja. Dus gaan we. De eerste is op je tenen staan. Handen langs je lichaam laten hangen. Dat was 10 seconden. Staan linkerbeen omhoog en linkerarm. Dat is 10 seconden. Het zijn Martijn seconden, dus dat scheelt daar. Dan gaan ze iets sneller dan de rechter. Heukend op je tenen staan en dan is het met geel met ogen open en de rest met ogen dicht. Dan op je bovenbenen en blijf je in je tanden. Serieus gaan doen. Ik zal het proberen. Oké, dan zijn we bij de key-testen. Voor gele band alleen de staande key-testen. Tony had ook mee. Gele band is staande key-testen. Blauw, eigenlijk voor de rest allemaal met staan, de zijsja, prima, gezit en liggen. Ja? Oké. Ja, kom op. Ja. Nou, jullie ook, en we gaan niet mee. Ja. Weet je wat je moet doen aan het liggen met de testen staan? Ja, dat is een beetje. Dan spiek je de maaier omhoog. Yes.
Hebben we gehad. Dan doen we de Oekumi oefeningen. We doen het eerst zittend, 8 keer en dan steeds van binnen wisselen. Dus je begint links voor en dan is je steeds in de lucht. En daarna staan 8 keer. Ja, dus ga zitten. Linkerbeen voor. Als je nu rolt, wissel je benen en dan kom je met rechts voor en dan weer links, dan weer rechts. Dan doen we 8 keer. Gaat die. Each. Nee. Each. Nee, H, nee, Sam, She. Dan ben je weer links voor, als dat is. Yes. En met opstaan hetzelfde. Oh, sorry. Dus blijf meer in het nu, lang meer ontspannen blijven. En dan gaat hij. H, nee, H, nee. H, nee, Sam, She. Dan zijn we weer links voor eindigen. Dus, ah, top iedereen. Oké, okay, dan gaan we voorover. En ik zit even te kijken, omdat de mat een beetje... Als jullie iets opzij gaan... Ga je één keer heen en weer en dan één keer doe je langzaam voorover, heel laag en langzaam terug doe je heel snel. Dus begin echt aan de rand van de mat. De eerste keer rol je langzaam voorover op je eigen manier naar de overkant. Yes. Dus deze links en rechts. Terug doe je heel snel. Wil je een paar keer rollen? Of wat is er, wat merk je? Geen rol. Ik heb hem al eerder gezien, dus prima. Goed dat je het aangeeft. Nog wel in stilte, maar ik zie dat je dit niet doet. Oké? Dan gaan we, het is niet voor gele band, maar voor de rest, vanaf die kant 3 keer over dezelfde arm naar voren rollen met de keybase aan het eind. Yes, dus staan daar. Oké, kom maar eerst. Iedereen doet een stap naar achteren, weer bij de eerste. Yes. Gelijk doorrollen. Oefeningen hebben we gedaan aan het begin. Dan hebben we alleen nog de ki-ademhaling en dat is vanaf de blauwe band. Dus ki-ademhaling, naar jullie toch daar zitten kunnen die down doen.
Je kunt hem meteen even helpen met testen. We hebben 4, 5 mensen die... Nou, dat die helpen, yes. Je rug weg allemaal met je hoofd in je rug in lijn. Mooi, dan hebben we alles al gehad. Dan gaan we de examens per kleur doen. Dus we beginnen met jou, Sam. Dus wil je hier naartoe komen met je partner? Jij is ook Tony? Ja. Yes. Kom hier samen. Dus dan begin je met groeten naar elkaar. En sta maar zo, één hier en één daar. Dus dan zeg ik één techniek en die blijf je herhalen totdat ik de volgende zeg. We beginnen met Sumiyotoshi, gelijkzijdig. Katate Kosadori Kokkinaga inspringen, kruislinks. Simpel. En kopje doza. Staan en dan groet je elkaar. Yes. Mag je een joe pakken, een stok? Yes. Mag je daar staan met je gezicht hier naartoe? En dan noemen we de eerste 6 bewegingen. Dus komt hier klaar staan. En de eerste, stok omhoog. En de eerste, reach. Eight, some, she, go, rock. Nog een keer. Ziet er goed uit. Kunnen we het nog een keer van genieten? Laat die. Each, nee,
sheep, goat, rock. Ja, super netjes. Dankjewel. Je mag er weer terug doen en dan mag je aan de zijkant weer gaan zitten. Oké, we hebben genoeg groepers, dus dat is wel een voordeel. Dus ik wil nu de blauwe wanders vragen, degene die voor blauwe wand opgaan. En dan kiezen jullie allebei een groep uit. Kunnen jullie tegelijkertijd de technieken doen? Nou, ik denk wel dat ik toch niks meer Oké, ik zeg een techniek en die blijf je herhalen. Even kijken qua verdeling. Jullie staan goed hier, jullie staan daar zo ook in. Even kijken. Ja, dat is handig als je zo staat bij deze. Ja. Dan een beetje uit de weg gaan voordat iemand op mijn schouder staat. Oké, ik zeg één techniek en die blijf je herhalen tot ik de volgende zeg. En laat het lekker dynamisch zien op blauw band niveau. Eerst de Sumiatoshi, gelijkzijdig. Volgende woord. Gewoon afmaken. Als je bezig bent, gewoon afmaken. Dus maak maar af, Sumiatoshi. Volgende woord. Katatadori Tenkan Kokkenade. Gelijkzijdig. Shihonage Tenkan, gelijkzijdig. Volgende woord. Katata Kosadori Kotegaishi, kruislinks. Kosadori Kokkenade met inspringen. Kosadori Ikkyo Tenkan Katemiru. Hallo. Tenshinaga. Twee handen. En dan krijgen we hetzelfde net op de knieën. Zagi, Katata Kosadori Ikkyo, Tenkan, Katamiru. Thank you.
zult het klokje dood zijn. Precies zo, dat is mooi. Gaan we de joke later doen, dus pak je joke. We zijn niet al te dicht bij elkaar. En dan de eerste keer doe je met tellen en de tweede keer zonder tellen. En hetzelfde, ritme. Komt hier, hè? Yes. Inch. Nee. Zo. Ik zeg nog gewoon dat het aan de video ligt, dat er geen geluid was. Ik zag je mond nog bewegen. En tel is nog niet makkelijk, zeker. Maar dat ziet er goed uit, netjes. We gaan weer terug doen. Gaan we naar de Tarigaka. Aanval met 2000. Ik zeg even kijken, we doen eerst Tim. Mag jij nog even aan de kant zitten? En kijken qua lijn. Zullen jullie ook willen schuiven naar de zijkant? Dan kunnen jullie mooi in het midden zitten hier. Dus straks aan het begin groet je tegelijk. En ook aan het eind ga je weer echt tegelijk zitten en tegelijk groeten allemaal. Dus dat we weer allemaal synchroon lopen. Ik zeg Hajime, dan begin je en Hajime, dan stop je weer. Dan is het gewoon klaar zitten. Hajime! Gelijk vol aanval, allebei nooit wachten. Door. Jammer! Ja goed, mooi, dankjewel. Mag je aan de zijkant zitten en alle? Zijn we nog wissel af of wissel? Wissel. Wat ben jij, Dieke? Mooi, alleen die gaan we even onder vuur zeg, met twee kanonnen. Maar dat doet je niks toch? Meestal ga je heel snel, maar nu ben je gewoon klaar om het gewoon rustig af te handelen. Dus bereid je voor, zet je in tongen. Zie wat je gaat doen. Hajime! Wees lucht, wees lucht, even wees. Thank you.
Goed, dat is een kindje tussen zitten, Tony. Ja. Handig. Ik zag hem. Ja. Goed gedaan al, hè. Super. Oké, dankjewel. Je mag weer gaan zitten. Dan gaan we een bruine wand doen. Goed. Is je ook een aard? Ja. Is dat bij Victor weer genoeg? Ja? Ik mag het niet. Oké, dat is een techniek die blijft herhalen tot de volgende set. Beginnen we met Shomuchi Iriminara. Datadori Shihonaga, Fenkan. Shihonaga, Amoto. Het gaat de Kosadori Kotogashi. Kotogashi met Katamiru. Katadori Ikkyo Omote. Katadori Ikkyo Ura. Yotadori Tenshinaga. Mag je Joe pakken? Ik hoef niet te zeggen wat je moet doen, hè? Dat weet je wel. Maar ik zal toch proberen te begeleiden. Oké, kan je zelf tellen tot 22? Wat zal ik nu doen? Ik kan niet. Ja? Heel goed, dat klinkt goed. Eerste keer met tellen en tweede keer zonder. Gaat ie. Niets. 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 You reach the knee in the sun, you hit the bow to the hook, you hit the arch, the core, knee, you need to reach, need to knee. Ja, dan doe je gewoon net zo ga ik zo staan en als er niks gebeurt. Dus, netjes, heel goed, dankjewel.
laatste wat we gaan doen. Je mag nog één keer. Ik zag al bij een paar technieken geleden een soort wegtrekkende beweging, maar ik geniet er nog even van. Het is nog nu bezig, dus nu kan het nog. We gaan de Sanin Gaka doen, dus een aanval met 3 volwassen oefens. Victoria, mij? Ja. Volwassen? Nou ja, precies. Nog net een paar jaar ben je ook volwassen. Oké, ga klaar zitten. Weet wat je gaat doen. Hajime! Shomunuchi Iriminaga. Yokumunuchi Shihonaga. Kotegashi Katamiru. En als je klaar bent, dan gaan we naar de volgende. Dat is Katadori Ikkyo Omote. Katadori Nikkyo Omote. Katadori. Door die Kotegashi. Kruis links. Oh. En nu Shiro Tokubidori Sankyo Katamiru. Shiro Tokubidori.
Hetzelfde, eerst met tellen en de twee keer zonder tellen doorgaan achter elkaar. Yes. Each, three, sun, she, go, rock. Sheech, hutch, koo, ju, 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 sun. Ju, she, ju, go, ju, rock, ju, sheech. Ju, hutch, ju, koo, need you, need you, each, need you, need. Each. Zitten te beginnen, dit is wat losser. Dus je begint gewoon allemaal staan. En dan om de beurt val je aan. Gelijkzijdig tot ik zeg, je gaat de coaster door en dan wissel je naar kruis links. Ja. Kijk, begin dan met de gaten door. Kosadori bij de volgende aanval. Maak het gewoon af. Kosadori.
Oké, dan Deborah, jij eerst. Dan doen we de Sanningaken. Aanval met drie volwassen hoekers. Jij mag even, ga maar ook een beetje in de hoek zitten, dan hebben ze het meeste ruimte. Wie de meest frisse volwassenen is? Wat willen doen? Oké. Je zit toevallig daar. Oké. Heel goed. Rijd je voor, ga goed zitten met je handen op je. Zie je het dan en weet wat je gaat doen. Laat je mee! Camisa Rey. Sensei Rey. Wauw, dat is heel mooi. Je mag daar zitten, wat is de kant en familie. Victor, wat heb jij gezien vandaag? Dus we kijken naar de examens, wat is je indruk? Ik zag vooral dat iedereen ook wel rustig was. Ook al als ze iets vergeten hadden, dat ze niet echt gestrest waren. Ja. Dat vind ik wel mooi om te zien. Goed, goed opgemerkt. Ja, heel goed gedaan. Nice. Oké, we beginnen met Sam. Wil jij voor me komen zitten? En dan groeten we naar elkaar. Ik vind het aardig dat we net niet tegen elkaar komen. Ja, leuk. Je doet nog niet zo helemaal Aikido, hè? Maar het gaat al ontzettend goed. Veel geoefend voor de gele band examen. Je had steeds je vaste partner met Tony. Goed geoefend. En van het weekend zelfs met andere volwassenen. Maar het ziet er echt heel goed uit, je gele band examen. Dus ik ben blij dat je de certificaat mag geven voor de gele band. En bij deze. En groeten nog een keer. Hetzelfde doen bij Tony. Dus
Sim. Niet zo lang, maar je pakt het heel snel op. Best wel serieus. Met jou ga ik veel dieper in de rijlen nodig, is voor de gele band. Maar je kan het wel, heb ik al vaker gezegd. Ik zie het aan jou. Elke stap is voor jou een grote overwinning en deze heb je ook behaald. En ik hoop dat je er nog lang met ons bent om nog meer te bouwen. Dit heb je zeker verdiend. Ja, mooi. Op het laatst ging het sneller dan verwacht, hè? Ik dacht eerst van het doen nog eens het examen, maar het ging eigenlijk zo goed. En dat liet je vanavond ook zien, het zag er echt top uit. Ook jou zie ik steeds meer groeien, coördinatie wordt beter, je geest ontwikkelt zich. En dat is mooi om te zien. Ga lekker daarmee door en dan zullen we je ook bij blijven helpen. Vooral door jouw inzet ben je zo ver gekomen. Dus ik ben blij dat ik je het certificaat mag geven voor het blauwe band. Alsjeblieft. Niet te lang, hè, anders moet je te lang zo zitten. Tim, nou ja, ik ken jou van de dag heen. Met de kids. En nou als ik dat jouw bewegingen zie en dat blauwe band die je gewoon echt vlekkeloos hebt gewoon opgepakt. Net wat Victor zei, je stopt en we gaan gewoon door. Er is geen stress, anders dat er examen, maar daar hebben we niks van gemerkt. Die hebben we zeker verdiend en alsjeblieft. En dan hopen we dan verder te gaan. Ja, goed. Ja, ik zal er nu komen. Ja, is het wel zo te kijken. Ja, ook leuk. Ik zie iedereen als ze voor me komen zitten, dan zie ik wie je bent, wat je hebt bereikt tot nu toe en nu ook bij jou. En als ik dat zie, dan zie ik echt zo'n raket die opstijgt. Soms ook echt zo snel, dus dat is echt een beetje rustig aan. Maar qua leren en oppakken, gretigheid, dat is echt heel gaaf om te zien. Je coördinatie wordt ook steeds beter, je wordt steeds soepeler. Ja, misschien was het wat stijver, maar wordt steeds soepeler. Dat is echt gaaf om te zien. Dus nu ben je bij het blauwe band en je rent zo door naar het volgende niveau, dat is echt geen probleem. Maar we zullen bovenop je blijven zitten om je steeds beter te maken en dat weet je en dat verwacht je ook van ons. Maar nu heb je een heel mooie mijlpaal bereikt, dus alsjeblieft. Ja, Martijn zegt het al, vanaf de dag 1 dat je kwam, je was zo gretig en ging alles snel en nu ben je nog steeds gretig, maar met wat meer kie, met wat rust en een beetje onze jonge volwassenen. Je bent al op zaterdag en zo en dat met seminar meegedaan. Ga zo maar door en dan gaan we verder naar het volgende kleurtje. Dankjewel. Dan weet je dat vast zeker. Ja. Ja, leuk. Je hebt heel lang hier getraind. Toen ging je naar Kastikum, dat ging ook heel goed. Toen kwam je tegen een plafond aan en toen zeg je, nou ik wil verder en toen kwam je weer terug hier. Toen hebben wij even extra gas gegeven, zo van ja sorry, het is geen kindergroep meer, het is echt een jongerengroep. En dat pakt je ontzettend goed op, vanaf het eerste moment en sindsdien zie je Aikido echt zoveel beter worden. En met dit examen zag ik ook in de voorbereiding, je stond gewoon heel gretig te wachten van kom maar, ik ga gewoon alles toepassen wat ik moet doen. En dat is echt geniet om te zien, dus ga lekker zo door. Je ziet ook meer rust in. Je bent er gewoon bij, gewoon heel solide. Dus voor jou geldt ook, je groeit zo door naar het volgende niveau als je dat wil. We helpen je daar graag bij. Ja. Maar eerst gaan we vieren dat je bruine band hebt behaald, omdat het wel een hele stap al bij deze. Alsjeblieft. Nou, Martijn zegt het al, je begon bij ons. Ik weet nog hoe het zo was. Toen weer een tijdje weg en kast ik hem nou weer terug. Daar zijn je moeder en vader, die doen hun best. En jij doet ontzettend je best, dat is echt te zien. Ik ben heel blij dat je terugkwam en die groep past bij jou. Je bent niet meer de jongste of zo, je ziet echt gewoon als een stabiele deel van een groep. Dan is het mooi om te zien. En niet alleen de gevolgen van jouw werk, zo die heb je diep verdiend. Alsjeblieft.
Dat is ook heel gaaf om te zien. Ook wat, iets wat stijver, wat meer onzeker. En als je het nu ziet, dan, zeker net op het eind, die Saninjaka, stond je gewoon zo stevig, stond je dat gewoon zo om af te handelen. En zelfs voor volwassenen denk ik nog van, ik hoop dat die het ook zo goed doen. Die stond echt super stevig en alles netjes, goed je lichaam draaien, volgende. Geen enkele onrust. Ja, het is gaaf om te zien. En als er nog een momentje onrust was, bijvoorbeeld in de Joe's, oh ja, herstellen en niks aan al. Echt, dat vind ik zo gaaf om te zien. Jij bent ook zo iemand die gewoon zo doorgroeit naar andere niveaus. Je hebt nu de junior black belt gehaald, zeg maar, de jongere zwarte band. Daarna zal je bij de volwassenen beginnen bij tweede Q, eerste Q en dan kom je daar bij volwassenen zwarte band. Maar dit is echt een grote achievement, een grote iets wat je bereikt. Want zwarte band is niet niks. Ik zag al wat gesprekken over hakkema's en zo, dus dat wordt ook heel leuk. Je hebt hulp natuurlijk van Victor met vouwen en knopen van ons, dus dat komt helemaal goed. Maar het gaat meer om de inhoud, dat is meer aan de buitenkant. En de inhoud is gewoon hartstikke goed, dus ik ben blij dat je dit mag geven. Het certificaat van zwarte band. Nou, al je techniek, Martijn had gezegd hoe je groei, maar je hebt ook groei laten zien als mens, als persoon. Van zo'n kindje die een beetje onzeker was hier en wat moet ik doen, tot ik bedoel zwarte banden. Ja, wat moet ik ook zeggen? Die hebben het echt gewoon verdiend en je bent onze toekomst, jullie allemaal. Zo. Ben je allemaal blij? Alsjeblieft. Ja, super. Wie zal dat als... Last but not least. Ja, mooi. Ook weer, hè? Groei. Heb je zelf groei ervaren van sinds dat je startte en waar je nu bent? Ja. Enorm, hè? Ja, dat is gaaf. En zelfs de laatste week laat je nog een enorme spurt zien. Echt zo van... Want ik zei van, nou, die zijn klaar voor examens, die weet ik nog niet. En opeens switchte dat helemaal, want vorige week bleek dat jullie het allemaal konden. Je had nog een paar puntjes op de i. Toen zag ik binnen één week zag ik een enorme groei. Dat heb je zelf ook al gemerkt. En dat is zo gaaf dat je dat vermogen hebt. Wij zien al heel lang, al vanaf de jongeren, dat je gewoon die vermogen hebt om het makkelijk te leren en te doen. Je doet wel eens een beetje zo, ja. En maak wat grapjes over, maar ik zie daar wel doorheen dat je dat gewoon wel goed ziet en oppakt. Vandaag komt dat er ook super uit. Dat is gewoon echt heel mooi. Ik zie je gewoon een heel mooi zwarte band examen laten zien. Dus dat is genieten en dat is weer een mooi voorbeeld ook voor anderen. Om naar uit te kijken. Dat is ook een soort horizon voor anderen. Weer om naartoe te groeien. Maar nu gaat dit om jou en jij hebt je zwarte band gehad. En ben je heel blij mee. Kijk. Nou, nog primeur. We hebben onze eerste jonge dame die onze zwarte band houdt in onze Aikido geschiedenis. Bij Yoshika. Bij de jongeren. Ja. Bij de jongeren. Zodat dat is super om eerste te zijn. Martijn heeft al gezegd, jij bent er al. Wow. Maar er komt een momentje, pop, klaar. En dan gaat het dus. Verdiend. Alsjeblieft. Ja, oké, ik denk dat we nu het maximale van de volwassenen training af hebben gehaald. We gaan het afronden. Even goed zitten met aandacht in tanden. Oké. Arigato. Je eigen ervaring in het examen. Wat merk je? Wat merk je vanavond? Of wat merk je überhaupt in je groei tot nu toe? En iets wat je te binnen schiet, wat echt er bovenuit springt. Sam, wat vond je ervan? Hoe ging het vandaag? Heel goed. Man van weinig woorden en een grote duim. Heb je er woorden bij? Vond je het leuk om te doen? Ja. Het was zo spannend, zei je, maar was het
Als je nu terugkijkt, het was heel spannend en nu heb je het gedaan. Zou je volgende keer het weer zo spannend vinden of zou het anders zijn? Nee, dat heb ik echt wel gedaan, omdat ik echt van hoe het is. Dus. Precies, ja, ja, ja. Leuk. Heel goed. Wat schiet jou te binnen? Hoe ging het? Tot voor het wel, komt het gewoon echt van zwarte band. Ja, dat klonk heel hoog. Ja, ja, hoogste bij de jongeren, ja. Ja, was ik opeens zo, dat ik het ook ging. Maar ik vond het wel heel leuk. Ja, heel goed. Wel leuk, hè? Ja, top. En het is ook een tussenstation, dat gaat gewoon weer verder in, hè? Gaaf. Daar kwam het wel natuurlijk. Ik vond het grappig hoe TikTok het over was. Gouden glimlachen. Of een beetje los van de bal hier kwam. Een beetje grappig. Ja, hij pakte bij jou als enige harder vast en dan blokkeerde het steeds. Dus dat was een beetje vervelend, maar ja, ja, hij ging er goed mee om. Hij was een goed op. Ja, dat maakt het ook leuk. Ja. We gaan dan alles oefenen. Het gaat erom juist het geval keyword uitgestuurd, niet in blokken. Maar je ging er ontzettend goed mee om. Het was een test, zeg maar, die je erin zette. Goed gedaan. Ja. Dat is grappig. Ja. Het ging gewoon goed. Maar de bekende woorden van Tim zullen voor altijd onthouden worden. Heel goed. Ja, ik vond het wel leuk. Zoals ook beginnen sommige dingen er fout, maar dan probeer ik het te laten zien alsof ik het gewoon goed doe. Voor mensen die dat niet weten. Exact. Maar dat is de hele kunst. Dat is precies waar het om draait. Het is jouw performance en jij laat het zien. En er gebeuren altijd wel foutjes. Als je kijkt naar het universum, hoe alles loopt. Dat je het een keer en dan gaat een keer anders. Maar niemand heeft het door. Je denkt van, oh, zo liep het. En dus je slaat de spijker op zijn kop. Het is heel gaaf dat je dat uithaalt. Mooi. Goed. In het begin vond ik het heel spannend. En ik merk ook vaak wel dat ik heel erg hyper word. Mm-hmm. Maar het ging wel echt goed. Voelde je dat vandaag ook gebeuren? Ja. En dat je dan ook goed leert. Ik dacht gewoon, nee, niet dit. En zo dacht ik dan. En dan ging het toch wel goed. Ja, dat is gaaf. Dus dat aankomt en dan toch dat overwinnen, dat het weer zakt. Mooi, hè? Dat zijn ook de dingen die je erbij leert. Hè? Gaaf. Nou, dat is genieten. Genoeg gezet. Fijne vakantie gewenst en fijne feestdagen. En zie je volgend jaar weer. Volgende week. Volgende week, hè? Niet zo ver. Ja. Maar een paar dagen. Ja. Dus, precies nog een paar weken, dan zijn die er weer. Dus dankjewel en tot volgende keer. Arigato. En nogmaals gefeliciteerd. Ja, ik ben hier.